De ouders van Donnie Roch zijn blij met de excuses van het Openbaar Ministerie voor de lage strafeis tegen de man die hun zoon doodreed. De 13-jarige jongen werd vorig jaar geschept in Scheveningen door een 21-jarige Bulgaar. Het OM maakte donderdag bekend dat het niet in hoger beroep gaat tegen de opgelegde straf van 9 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Het Scheveningse vuurwerkfestival gaat gewoon door vrijdagavond, ondanks de begrafenis van Prins Friso. De komende 2 weekenden kunnen bezoekers genieten van het vuurwerk, gepresenteerd door 8 landen. De pier blijft gesloten, want de ondernemers moeten de beveiliging zelf betalen en daar hebben ze geen trek in. In Den Haag is de capitulatie van Japan herdacht, precies 68 jaar geleden. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog, ook in Nederlands-Indië. Ondanks de regen waren er veel mensen, veteranen en politici bij het Indisch monument. Ook premier Mark Rutte was erbij. Bij 1 op de 100 autokraken gebruiken autodieven een wifi-finder of smartphone. Dat zegt het verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Met zo'n wifi-finder kunnen criminelen eenvoudig en snel achterhalen of er elektrische apparatuur in een auto ligt. Met de Bluetooth-functie van een smartphone is ook te zien of er in een auto kostbare apparaten zijn verstopt.